Heel Nederland vecht al maanden tegen corona en brengt daar grote offers voor. We houden ons allemaal aan ingrijpende, vrijheidsbeperkende regels om het gevecht tegen het virus te winnen. Behalve in Amsterdam. Behalve als je van GroenLinks bent en burgemeester bent en Femke Halsema heet. Want dan meet je met twee maten. Dan heb je lak aan de regels. Dan laat je 5000 van je linkse vriendjes op de Dam zij aan zij leuzen schreeuwen. Zo ziet anarchie er dus uit, voorzitter. Burgemeester Halsema van Amsterdam, die lak heeft aan de anderhalve meter regel die het kabinet aan Nederland heeft opgelegd. Net zoals ze eerder lak had aan het boerkaverbod en net zoals ze in huize Halsema lak hebben aan de wapenwet. Voorzitter, we hebben het hier dus over een linkse activist, verkleed als burgemeester, die zelf wel bepaalt wanneer ze de wet handhaaft. Die als ze het doel van de demonstratie zelf belangrijk genoeg vindt, wel even de andere kant op kijkt als het gaat om het handhaven van de regels. Halsema geeft al die Nederlanders die zich wel aan de regels houden een keiharde klap in het gezicht. Zoals de ouderen, die vanwege de regels al maandenlang hun kinderen en kleinkinderen niet mochten zien en verpieterden in eenzaamheid. Of al die zorghelden, die dag en nacht keihard in de frontlinie werken om mensen met corona te verzorgen. Of al die ondernemers, die vanwege de regels hun bedrijf moeten sluiten. Zoals de horeca, die vanaf gisteren, mevrouw de voorzitter, letterlijk met een meetlat anderhalve meter tussen de terrassen moesten meten op straffen van een boete van 4000 euro. En die zien nu allemaal dat die linkse anarchist Halsema lak heeft aan de regels. Ben je een gewone burger, dan krijg je een forse boete. Maar ben je een vriendje van GroenLinks, dan worden de regels even opzij gezet. En dat is schandelijk, voorzitter. En er is ook maar één gepast antwoord op. En dat is het ontslag op staande voet van burgemeester. En dat is ook eigenlijk maar de enige vraag die ik in het kabinet heb. Bent u bereid deze burgemeester Halsema per direct op staande voet te ontslaan? De beelden van gisteren uit Amsterdam laten zien dat er een grote mensenmassa bijeen was, waarbij men geen anderhalve meter afstand van elkaar hield. En in deze tijd, waarin we er met z'n allen alles aan doen om het coronavirus onder controle te houden, gaat dat, ik herhaal het, echt buiten de perken. Ik vroeg, wil die de burgemeester ontslaan? Oh, ja. Sorry, ik vergeet op die vraag te antwoorden, maar ja. Dat is staatsrechtelijk niet aan de orde. Ik heb begrepen, wordt er vandaag een brief gestuurd aan de Amsterdamse gemeenteraad. En dit is een debat wat zich in de Amsterdamse gemeenteraad zal afspelen. U kunt toch van geen enkele Nederlander meer verplichten zich aan die coronaregels te houden als u het accepteert dat de burgemeester van onze hoofdstad, die het gezag zou moeten vertegenwoordigen, met twee maten meet, haar eigen gang gaat en lak heeft aan de regels. En mevrouw de voorzitter, trap niet in haar smoesjes. Dat de demonstratie niet meer zou kunnen worden beëindigd zonder politieinzet en geweld is onzin. Ze had het gewoon nooit zo ver mogen laten komen. Ze had niet mogen laten gebeuren dat er 5000 man op de Dam kwamen te staan. Ze is, behalve anarchistisch, dus ook nog eens totaal incapabel en ongeschikt om burgemeester te zijn. Ze was gisteren dan ook, mevrouw de voorzitter, geen burgemeester, maar demonstrant die op de Dam stond. Ze stond er ook niet met de ambtsketen om, maar met een button opgespeld, met een politieke boodschap over de slavernij. Het is met geen pen te beschrijven. Ontsla dat mens. Amsterdam verdient beter.